beide paarden raken achterop. En daar komt Flair Lady Derf nog. Uitgeschakeld nummer 2 en nummer 3. De kop. Koploper gaat nu van de benen en dat is Giga Beukenswijk. Loopt inmiddels ook weer. Giga Beukenswijk doet nog steeds mee aan het duel om de leiding, maar wordt nu wel voorbij gelopen door de 4. Korte galopaarden opnieuw van de 1 Giga Beukenswijk. Die moet nu echt op gaan passen. 2 galopaarden. Zijn derde is hem waarschijnlijk fataal. Nu is hij er nog bij. Zo gaan de paarden de volgende bocht opzoeken. En de leiding is overgenomen door de favoriet Gigi Lamoroso. Giga Beukenswijk ligt tweede. Derde aan de buitenkant komt Daisy Paling naar voren met Graceful Boko. Vierde aan de relingzijde is Flair Lady DF. En daarachter komt André Bakker opschuiven. André onderweg in deze koers met... met Handsome Cunera. Die ligt op dit moment op plaats 5. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. En als ze de finish passeren, hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan. Tempo is wat uit de koers gehaald. Het gaat wat rustiger met Gigi Lamoroso vooraan. Buitenkant schuin daarnaast ligt Graceful Boko. Daarachter derde aan de relingzijde de 1 Giga Beukenswijk. Vierde aan de buitenkant is Handsome Cunera. Hele veld schuift er nu vlak achteraan. Flair Lady DF ligt 5e. Hotshot Rob 6e. Aan de buitenkant gaat naar voren Dravelist. Dravelist schuift een plaatsje op. En nu gaat ook aan de buitenkant naar voren Ruud Pols. Die begint op te schuiven met Hooray Boko. Zo zijn we in de rechte lijn overzijde. En de paarden redelijk achter elkaar of naast elkaar. En ze gaan op weg naar de volgende bocht. Gigi Lamoroso leidt nog altijd. Buitenkant schuin daarnaast Graceful Boko. Daarachter aan de relingzijde Giga Beukenswijk. Vierde aan de buitenkant gaat heel makkelijk mee. En die schuift echt heel makkelijk mee. André Bakker met Handsome Cunera. Zo gaan de paarden de bocht hoor. En komen ze de rechte lijn voor de tribune. We hebben na het passeren van de finish nog 1 volledige ronde te gaan. En nu gaat het tempo duidelijk omhoog. Komt een aanval aan de buitenzijde van Graceful Boko. En die gaat voorbij aan Gigi Lamoroso. Die probeert het voorbeen ertussen te houden tot aan die bocht. En dat lijkt te gaan lukken. Zo gaan ze de bocht in. Gigi Lamoroso aan de binnenkant. Buitenkant daarnaast is Graceful Boko. En Graceful Boko is er nu echt langs. Graceful Boko de nieuwe leider. Dan Gigi Lamoroso. Buitenkant Handsome Cunera. Daar springt de 1 weer. En dat is Giga Beukenswijk. 1-1 galop. Was zijn derde galopaarde, nu is hij eruit. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Aan de buitenkant wordt nu ook Dravelist een stuk sneller. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Leiding daar in handen van Graceful Boko. Graceful Boko leidt. Tweede plek daarachter, Handsome Cunera. Dan Gigi Lamoroso en Dravelist komt steeds dichterbij. En zo gaan ze de laatste bocht door. En waar zijn ze? Ze zijn halverwege de laatste bocht. En een galopaarde en een aanrijding in de laatste bocht. 2 paarden hangen met elkaar in de wielen vast. En zo komen ze eruit. Dan gaat de koploper ook van de benen. Wat een chaos allemaal. Graceful Boko had ook een galopade. Daar komt nog een keer Gigi Lamoroso terug. Graceful Boko zet de tanden nog een keer op elkaar. Op weg naar de streep. Wat een schrikmoment. Maar hij wint het wel. De 5, dan de 4 en dan de 10. 5, 4, 10 voorlopig. Maar er wordt nog wel even gekeken naar de beelden. Gooit hij nog geen tickets weg. Yeah.